One time, yeah, two time. Ik ben aangekomen bij Cass. Ik dacht, laat me jullie even snel een outfit check geven. Goedemiddag, guys. Long time no seats. Even een paar dagen geleden wel dat ik voor het laatst heb gefilmd. En ja, to be honest, er was ook niks bijzonders om jullie te laten zien. In other news, Marie en ik hebben eindelijk mijn berging opgeruimd. En we hebben zoveel zooi weggegooid en weggebracht ook en weggegeven. Op dit moment ben ik een hele hoop kleren en schoenen die ik had, die ik absoluut niet meer draag, op Vinted aan het uploaden. Dus if you're watching this, go check out my Vinted, want hoogstwaarschijnlijk staan er nog een hoop dingen op. Ik ga jullie even de berging laten zien, because I never did before, want het was echt, je kon niet keren, het was gewoon echt, het leek wel een vuilstort. Het is nog steeds niet geweldig, super, helemaal strak en netjes. Deze hoort achter mijn kast, maar die kon er niet achter gezet worden, omdat de lichtknop zit achter mijn kast. Dus ik moet er nog steeds bij kunnen. Nou ja, we hebben mijn koffers daarboven gezet. Een heel groot deel van mijn schoenen, mijn hakken, slippers, et cetera, staat nu hier. Dan staat hier nog een hele grote koffer waar ook heel veel zomerkleding in zit. En nu liggen er nog wat troepjes en dingen op de grond. Maar ja, het ziet er in ieder geval al een stuk beter uit dan dat het was. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Op dit moment heb ik een wasje erin zitten, dus dat is het geluid wat jullie horen. Ik ga even verder met uploaden op Vinted. Want dat was ik aan het doen. En ik heb niet mega veel tijd meer. Want vanavond is het concert van Henky T. In Paradiso. Ik ga daarheen. En I'm going by myself. Mirjam, bij wie ik altijd mijn nagels doe, gaat met een vriendin van haar. Die ik ook goed ken. Dus ze zeiden van, weet toch, if you wanna join us, you can join us. En ik zei van, nou weet je, ik zie jullie waarschijnlijk gewoon daar. Er zullen genoeg mensen zijn die ik ken. Dus ik vind het niet zo erg om alleen naar dingen toe te gaan. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Je hoeft met niemand rekening te houden. Je kan weg wanneer je wilt. Dus dat is mijn planning voor vanavond. En daar kijk ik naar uit. Want het is eindelijk weer eventjes iets leuks wat ik ga doen. Ik ben weer thuis, make-up eraf gehaald en alles. Ik ben omgekleed. Het is 2 uur 's nachts. En Mar vroeg of ik zin had om te gaan sporten. Nou ja, ik ben morgen vrij. Ik ben gewoon thuis de hele dag. Dus ja, omgekleed en al. En hier gaan we dan. Goedemorgen, guys. De afgelopen dagen voelde het voor mij echt niet nodig om de camera erbij te pakken. Ik heb heel weinig uitgespookt en ik was ook gewoon echt even niet in de mood. Maar I am back, because today there's going to be a lot of fun things happening. Ik neem jullie gezellig mee, so let's go. Okay, guys, ik kom net uit de salon. En ik zeg jullie heel eerlijk, in het buitenlicht zie je het al een stuk beter. Het is eigenlijk gewoon donkerrood. En de bedoeling was dat het
ginger zou worden. Maar ja, ik wilde mijn haar dus niet ontkleuren. Volgens mij had ik dat gezegd of had ik dat niet gezegd? Ik weet het niet. Nou ja, ik wilde mijn haar dus absoluut niet ontkleuren. Omdat ik dit echt wilde proberen gewoon voor een korte periode. Ik ga over een paar weken ook gewoon weer mijn krullen extensions erin zetten. En die zijn heel donker. Die wilde ik al helemaal niet verven. Dus als ik iets doe met mijn haar, dan is het het donker verven. Maar lichter doe ik absoluut niet. Dus ja, het is wel geinig eigenlijk. Zo even voor de verandering. Ik denk in het zonlicht ga je het echt heel mooi zien. Dus ik hoop dat de zon de komende dagen gaat schijnen. Zodat ik er nog een beetje van kan genieten. Ik ga nu snel naar de gym, want ik moet trainen dus. I'm ready. Kijk jongens, zo kan je mijn haar goed zien. Blij mee? Ja. Oh shit. Ik ben aangekomen bij de Nail Club. En het is weer tijd om mijn nagels te gaan doen. En ik heb er super veel zin in. Ik moest heel erg wennen aan het hebben van geen nagels. Uiteindelijk, ja, ik vind het niet per se verschrikkelijk. Maar ik merk wel dat ze gewoon zo zacht zijn. En zo kwetsbaar. En heel snel inscheuren. Dus ja, vandaag gaan we weer lekker biap zetten en ik heb er zin in. Ik denk dat ik gewoon voor een classic French ga, zoals altijd. Dat is ook wel hetgeen wat ik het meest heb gemist. En ja, let's get into it. Guys, ik ben thuis. Ik ben moe, zoals jullie misschien kunnen zien. Ik ga zo meteen even een dutje doen. Ik heb nog 40 minuutjes voordat ik de deur uit moet om te gaan trainen. Dus die 40 minuutjes ga ik goed gebruiken. Also, these are my nails at this point. Ze zijn dus nog een beetje kort, maar Mirjam heeft er toch een French van kunnen maken. En ik ben echt zo blij. Ik vind dit zo mooi. We hebben de kleur Dreamer in combinatie met witte French gebruikt. Wat ik nu ga doen is even gauw pre-workout maken. Zodat ik dat zo meteen niet hoef te doen wanneer ik de deur uit ga. Ik gebruik de cherry flavor van de gym, Empire to Inspire. En dit is oprecht de lekkerste pre-workout die ik ken. Ik heb er veel geprobeerd. Maar deze cherry flavor vind ik zo lekker. Oh, echt. Dus deze zet ik alvast klaar met een beetje water. En dan ga ik snel een dutje doen. Ik moet daarna meteen door naar mijn laserafspraak in Amsterdam. Tweede afspraak om mijn tattoos weg te gaan laseren. Dit keer maak ik ook even een goede before en after. Want bij deze zie je dus al 1, 2, 3, 4 plekjes die echt licht geworden zijn. En het eerste plekje is gewoon bijna weg. Die hier tussen ga ik straks even naar kijken. Volgens mij is die echt een tintje lichter. Maar deze was gewoon heel donker gezet. Dus ja, not looking forward to it. Een hele goede morgen, guys. Het zonnetje schijnt lekker. Het is vandaag zaterdag. En ik ben onderweg naar Celie haar peutervoetbal. Zo schattig. Ze heeft vandaag haar tweede les. En Sarel zal daar met haar. En daarna gaan we lekker de geitjes voeren. Want daar zit nu de tijd voor. En dat gaan we volgens mij doen in het Amsterdamse bos, als ik het goed heb. Ik heb me eigenlijk niet echt afgevraagd waar we naartoe gaan. Ik zei gewoon, ik kom mee. Dit is de outfit of the day. Het is echt zo lenteachtig. Ik heb dus deze bodywarmer aan. Deze heb ik ooit van een webshop gekregen. Ik dacht van So You Collection. Maar ik weet niet of die nog bestaat. Maar je kan hem in ieder geval op twee manieren dragen. En ik dacht, nou sorry, ik ben in thema. We gaan naar de geiten, dus ik lijk op een schaap. Niet trekken aan mijn broek. Niet trekken aan mijn broek. Als je van
geld. Hij is dan bij Diddy en jullie gaan jullie geld terugkrijgen, want hij wordt opgepakt. Nee, want wij gaan met de auto daar. Doe niet zo vervelend. Ja, wat gaan want de nu auto? Zet je echt boze ogen op ons hele concert. Ik denk het wel echt, man. Ik ben bang van. Nee, wij gaan. Wij gaan. Naar alleen kan hier en zo. Alleen kan hier komen niet best doen. We don't need your negativity. Nee, straks was mijn uitvalling. Bye.